Hoi, leuk dat je kijkt. Ik heb vandaag geen kookfilmpje voor jullie, maar een unboxing. Ik ga namelijk een mega grote goodiebag uitpakken. Deze, die is van de Culi Perslunch, waar ik vanmiddag ben geweest. Een evenement van de Culi Persmap. En hier worden allemaal leuke, hele lekkere fooddingen gepresenteerd. En het lijkt me leuk om jullie te laten zien wat ik allemaal mee heb gekregen en welke leuke, nieuwe, lekkere fooddingen er allemaal aan zitten te komen. Daar gaan we. We beginnen met een tasje met koeien erop. Lekker kaas van Beemster. En dit is heel erg leuk. Kaas is namelijk een hele goede combinatie met thee. Bijvoorbeeld lekker om eens iets bij toetje te doen met thee en kaas. Maar ook leuk om bij een high tea bijvoorbeeld iets met kaas te maken. Hier hebben we een lekkere steak van Good Hatchman. Super lekker mals vlees. Heb ik ook mogen proeven vandaag. Een foldertje van de Matthijs maaltijdbox. Een nieuwe maaltijdbox die je wekelijks kunt bestellen van Matthijs Friese. Nog meer kaas. Gruyère, Zwitserse kaas. Deze kaas is echt super lekker om te gebruiken bij de kaasfondue. Ik heb nog nooit gekaasfondue, dus dat ga ik zeker met deze kaas doen. En het recept vind je dan terug op de site. Jan was ook aanwezig met zijn pannenkoeken. En ze hebben hele leuke dingen gedaan met pannenkoeken. Bijvoorbeeld van poffertjes hebben ze een trijfel gemaakt. Super leuk om eens iets anders te doen met pannenkoeken of poffertjes. Hier hebben we het Groene Sapjesboek van uitgeverij Becht. Hier komen nog twee andere boekjes van uit. Eentje over boerenkool en eentje over suikervrij. Hele leuke boekjes. Hier hebben we de echte pango, Japanse stijl. Super lekker om te gebruiken in combinatie met vlees en vis. Sonatura was ook aanwezig. Hier hebben we de lekkere linzen met wortel. Dit zijn maaltijden waar je in principe niks meer aan hoeft toe te voegen. En deze zijn heel snel te bereiden en biologisch verantwoord. Heel leuk, hier kun je ook hele andere dingen mee doen dan het standaard bereiden. Je kunt hier bijvoorbeeld ook een soepje van maken. Een linzensoep. Hier hebben we een bakbanaan uit Ecuador. Oh, nog een keer Sonatura. Dit zijn boekweit rijstwafels. Ja, boekweit wafels dus, geen rijstwafels. En wat hierop staat is de wafel met Griekse yoghurt, honing en bosbessen met een beetje munt. Dit heb ik ook gegeten vandaag. Dat is echt hartstikke lekker. Lekker fris hapje. Korma Indiaanse curry van Patakas Original. Oeh, hier hebben we de Dilma Exceptional Thee met jasmijn. En dit is mijn favoriete thee van Dilma, dus lekker. Helmans was ook vertegenwoordigd. Ze hadden super lekkere burgers van Black Angus, als ik het goed zeg. En daar hebben ze hele lekkere sausjes mee gemaakt op basis van de Helmans mayo. Lekker met honing mosterd bijvoorbeeld. Pure olijfolie van Pascal Nesens. Lijkt me heel erg lekker. Hier hebben we taboulet van Jean Martin. Yummy. Kruiden van Johnny Boer. Lekker, de original spices. Altijd goed. Dit is van Euroma. En daar is ook dit van. Dus nieuwe lijn. Meatballs & Co. En dit ligt vanaf deze week in de supermarkt, als ik het goed heb, gewoon bij de Albert Heijn. En dit zijn 9 verschillende mixen om gehakt op smaak te brengen. En dit is dan Koreaans, maar ze hebben bijvoorbeeld ook Vietnamees, Grieks, Turks, allemaal verschillende mixen. Zodat je lekker je gehakt op smaak kunt brengen. Je kunt allemaal verschillende lekkere gerechtjes mee maken. Marley Spoon is ook aanwezig met een maaltijdboxen. Dit zijn groene asperges. En een recept van groene asperges
met Texelse schapenkaas, salsa verde en knapperige polenta aardappeltjes. Kunnen we thuis mee aan de slag. Barbecue. De flexi brochette. Ik hoop dat je het kunt zien. Dit is een soort van... Dit is een soort van spiesje die flexibel is. Handig. En dit is volgens mij ook een soort barbecue. Ja, het is een aanmaak. Dit is een soort van aanmaak dingetje voor het hout. En dit kun je gebruiken bij de koek. Dit is een nieuw toestel waarmee je buiten kunt koken. Hè? En dit kun je doen dus door middel van hout. Ook heel handig voor de camping bijvoorbeeld. Heel leuk ding. Oh, nou, we zitten in de barbecue. Hier hebben we nog iets heel leuks. Dit is Smoke It All. En hiermee kun je dus je vlees en vis kun je roken op de barbecue. Je moet er dan wel een deksel op hebben. En dit is echt een heel leuk product. Dit is ook gewoon verkrijgbaar bij een tuincentrum. En ik ga dit zeker proberen. Dus hier lees je nog meer over op de site. Hier hebben we een doosje van Fiesler. Wat zal erin zitten? Vast iets met een pan. Oh, yes. Een klein schattig pannetje. Een magneetje. Leuk voor de koelkast. Even kijken. Sweet Pepper Surprise. Dit is een recept uit een kookboek. Ik weet echt niet precies meer hoe dat kookboek heet. Het is van uitgeverij Loopvis, volgens mij. Oeh, elke kerst. Quinta da Borroca van Porto. Wijn met olijfolie, jam, kaas. Lekker voor bij de borrel. Dit is... Kun je het zien? Carazol de Palmito Antero Nuovo. Dit is ook van Ecuador. Ik weet niet precies wat het is. Een meelmix van Dezem en zo. Hier kun je een Dezem tarwebrood mee maken. Oh, leuk. Ik ben heel benieuwd. Kun je je eigen brood mee bakken. Een chocoladereep van Magic. En dit zijn hele bijzondere repen. Zijn namelijk allergeenvrij gemaakt. Dus er zit geen lactose in. Geen gluten. En noem maar op. Het komt uit België. En ze komen nu ook op de Nederlandse markt. Ook geen noten in, geen pinda's, geen soja, geen eieren, geen gluten. Dus eigenlijk geen niks, maar wel cacao. En hier zit nu bijvoorbeeld kokosbloemsuiker bij om het op smaak te brengen. En dit is 60% cacao. Maar hij is er ook in meerdere varianten. En ik heb al mogen proeven, het is echt heel erg lekker. Ik kan aanraden voor mensen met een allergie. Maar ook lekker voor mensen zonder allergie natuurlijk. Nog meer choco van Ecuador. Ook 66% toevallig. Leuk, lekker. Nog meer choco met cranberry van Pacari. Lekker, lekker. Hoeveel procent is dit dan? Nou, het staat er niet op. Lekker. Oh, dit hoort bij het pannetje van Fiesler. De pannen, dit is een waardebon. En het laatste... Homebaked van Yvette van Boven. Ik had hem al stiekem opgemaakt. En dit zijn... Oh, leuk. Homebaked magneetjes van Yvette. Leuk. Zo, dit was het. Dit was de booty bag. Oh, het is echt een bende nu naast mij. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Naast al deze producten waren er ook verschillende uitgevers aanwezig. Er komen heel veel leuke nieuwe kookboeken aan. Bijvoorbeeld van Rens Kroes. Rent was ook aanwezig. Ik heb een paar lekkere hapjes uit haar volgende kookboek mogen proeven. Er komt een heel leuk kookboek aan van Sla. Dat is ook het concept uit Amsterdam, zeg maar. Jannie van der Heijden komt met een leuk nieuw kookboek. Donna Hay, een kookboek van haar uit 2011, als ik het goed heb, is opnieuw uitgebracht op de Nederlandse markt. En die ga ik ook nog meer over schrijven binnenkort. Dat is ook heel leuk. Suzanne Arendt van Smulpaapje, haar boek komt ook deze week uit. Dat heet Wat eten we vandaag? Dat is dit boek. En het gaat ook over koken met kinderen en met het gezin. Dat is ook superleuk.
Zo, dat was het. Ik zit hier tussen de bende. Je wilt niet weten hoe het er hier uitziet. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om al deze lekkere nieuwe fooddingen te zien. Ik ga met de producten aan de slag. En een aantal van deze producten komen zeker nog terug op de site. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!